Kentucky, Thomas de Boer. Ook de winnaar van deze race, Thomas de Boer met nummer 24. Hij gaat hier aan de leiding. We letten ook even op de 28, nummer 28. Engel-Jan Rus uit Buitenrijden. Fantastisch waar hij ook mee rijdt op dit parcours. En daar de laatste rijders. En dat is dan het einde van deze eerste rit voor de B-minis. Dat betekent dat we verder gaan met Jacob van der Meulen. Nummer 18, Luc de Jong. Nummer 38, Jacob Auke Hoekstra. D52, Silke Limburg. Nummer 64, Pieter Kempenaar. En nummer 301, Brian de Graaf uit Kolmerswaard. En op dit moment aan de leiding met nummer 6, Gerard van Lingen uit Twijfelheide. Nummer 6 is Gerard van Lingen nog steeds aan de leiding. En wordt gevolgd door nummer 8, Jesse Meindersma uit Driesem. Nummer 6 nog steeds aan de leiding met nog 2 rondes te gaan, een redelijke voorsprong. Maar op de hielen gezeten in ieder geval van nummer 8, Jesse Meindersma. Nummer 38, Jacob Auke Hoekstra uit Driesem. En de Jacob Auke Hoekstra uit Driesem heeft op dit moment de tweede plek in deze race bemachtigd. Maar we zijn aan de laatste ronde toe en dan denk ik dat het Gerard van Lingen is die er hier met de overwinning vandoor gaat. Daar gaat hij met nummer 6 over de finish. Nummer 50 Soet, Dijkenaar gevolgd door nummer 47, André Reukers. En daarachteraan nummer 55, Sjoutje Alma uit Wijzerheide. En dat is de volgende.
de Finse legendeur hier in Kruijzenrijden. Deze prachtige dag, deze zaterdag 30 augustus. De dag van het 60 Alpijler Festival van Kruijzenrijden. De burgemeester vertelde al, hier is uitgevoerd dat het tweede evenement van de gemeente Achtkastelen. En er zijn vanmorgen een bezoekers hier in de Blanke Vroegsgebouw in de landerijen in Kruijzenrijden, waar een geweldig evenement wordt georganiseerd.
ik ook.